Nog een paar dagen en dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen daar. Verkiezingen die ons allemaal aangaan. Al zou je het niet zeggen als je de landelijke politici hoort. Maar plaatselijk is het natuurlijk heel erg belangrijk. En vandaar dat we in onze rondgang langs de Haarlemse partijen vanavond terecht zijn gekomen bij de VVD. Jeroen Boer en Joris Blokpoel, dat zijn de mannen die deze partij in deze uitzending vertegenwoordigen. Ze stellen zichzelf voor met hun sterkste punten. Nou, dankjewel. Fijn dat we hier mogen zijn. Ik woon een jaar of 20 in Haarlem. Ik werk voor een luchtvaartmaatschappij, dus ik vlieg de wereld rond. Ik zie veel andere steden. Ik zie hoe mooi het daar is. En ik zie hoe mooi onze stad is. Maar ik zie ook dat het soms beter kan. En daarom ben ik de politiek ingegaan. Ik zei, ze stellen zichzelf even voor, maar jij bent Jeroen Boer. Dat ben ik, dat ja. Weten. Joris Blokpoel. Ja, Joris Blokpoel. 33 jaar inmiddels alweer. Een jaar of 8, 9 woonachtig in Haarlem. Tot veel plezier. Werkzaam in Zaanstad. Voor een gemeente als binnenstad, economische zaken. En daar zie je wat er kan gebeuren in de stad. Dus je ziet die ontwikkeling daar gebeuren. Je ziet die ontwikkeling hier in Haarlem gebeuren. En dan denk je van, ja, daar moet ik meer mee doen. En daar wil ik meer mee doen. En dat kan ook. En dat hebben we in de afgelopen jaren ook gezien. In de commissies hebben we dat gezien. En er staat nog heel veel te gebeuren ook. Wat ik erg leuk vond aan de introductie is dat Haarlem zo'n mooie stad is. Want dat is het, hè? Dat is het. Een prachtige stad. Ik ga hier nooit meer weg. Oh, dat is belangrijk, want waar sta je eigenlijk voor? Wat zijn de plannen? Nou, waar de Haarlemse VVD voor staat, dat zijn eigenlijk 4 belangrijke punten. Dat is dat we een goed onderhouden stad willen hebben, een goed bereikbare stad, een betaalbare stad en een veilige stad. Nou, dat zijn mooie woorden natuurlijk, maar wat betekent dat nou ook concreet? Dat betekent onder andere dat we gewoon 1 miljoen euro extra willen voor het onderhoud van de stad. Er zijn nog nooit zoveel mensen ontevreden over het onderhoud in de wijken. En dat moet aangepast worden en er moet meer geld bij. Daar willen we 1 miljoen euro extra voor hebben. Nou, ik weet niet of je zelf wel eens de stad in of uitrijdt, maar we staan met z'n allen vaak en veel vast. We zijn filehoofdstad nummer 1. In 2017 zijn we daar toe uitgeroepen. En ook daar vinden we dat daar wat aan moet gebeuren. Dat betekent gewoon stoplichten zo instellen dat ze niet zorgen voor opstoppingen, maar dat we kunnen doorstromen. Dat we wegen gaan verbreden en dat we eindelijk een goede rondweg krijgen in Haarlem. En betaalbaar is ook dat we zuinig omgaan met het belastinggeld van de Haarlemmers. Dat zijn zo een aantal hoofdpunten waar we voor staan. De veiligheid, en nogal, heb je het niet over? Veiligheid. Nou, dat is leuk dat je dat noemt. Misschien heb je het nu in de landelijke politiek, in het landelijk nieuws ook gezien. Er is wat ophef over posters waar bijvoorbeeld twee zoenende man of twee zoenende vrouw op staan. Wij vinden dat zulke posters bijvoorbeeld gewoon opgehangen moeten kunnen worden in de stad. Laat ze lekker zoenen, toch? Wat zeg je? Laat ze lekker zoenen, toch? Laat ze lekker zoenen, inderdaad. En je merkt dat daar wat weerstand tegen is. En dan vinden wij nee. Ook voor twee mannen die elkaar van elkaar houden, moet het veilig zijn om in Haarlem over straat hand in hand te lopen. En of ze willen zoenen met elkaar, moeten ze lekker zelf weten. Maar goed, dat is onder andere wat ik bedoel met veiligheid. Toch, Joris, is de veiligheid een teerpunt. Zeker. Zeker. Gebeurt nogal wat, hè? Er gebeurt heel veel. Ja, we hebben niet voor niks de tijd van de heer Snijder is nog de top 25 gehad. De top 25 aanpak van criminele jongeren. Wat zeer goed heeft gewerkt, laten we wel wezen. Maar dat neemt niet weg dat de inbraakgolf rond december, januari, februari nog altijd een piek heeft. Voornamelijk Schalkwijk, Europawijk. Daar ligt nog een enorme opgave. En dat daar dan vervolgens een politiebureau gesloten wordt of een politiedependant. Nee, dat werkt niet mee. Dat vervolgens er geen pinautomaat te vinden meer is. Omdat er onveiligheid schijnt te zijn of omdat er niet genoeg gebruik van wordt gemaakt. Ja, het zorgt voor afname van het hele stadsdeel. Vragen jullie voor dit punt ook extra geld of is dat niet zo nodig? Toevallig is dat in oktober in de raad geweest over meer agenten, meer handhaving in die delen van de stad. Dat is voor de helft is dat er doorheen, oftewel het aantal BOA's, ambtenaren, zal toenemen in de wijken.
En dat zal ook moeten. En ook in ons verkiezingsprogramma hebben wij gepleit van meer veiligheid en meer aandacht voor die wijken. Het moet niet zo zijn dat we goede en slechte wijken in Haarlem hebben. Dat moet gewoon gelijk zijn. Ja, dat is dus een van de punten uit het programma. Wat zijn de topics? Nou, echt de hoofdtopics zijn wat ons betreft natuurlijk de bereikbaarheid van de stad. Maar hoe wil je dat? Ik bedoel, dat doorstromen van de groene lichten, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Hè? Als je van de ene kant naar de andere kant wil, sta je 20 keer stil. Ja. En dat veroorzaakt opstopping. Dat is helemaal niet nodig, want als je dat een beetje goed bekijkt, dan loop je in één keer door. Ja, dat klopt. Maar dat is een belangrijk punt. Dat vind ik leuk dat jullie dat erop hebben. Maar verder. Nou, die rondweg rond Haarlem is ook belangrijk. We willen gewoon dat verkeer wat niet in de stad hoeft te zijn, maar wat bijvoorbeeld naar het strand gaat of naar Bloemen moet, dat het om de stad heen gaat rijden. Nou, we hebben nog steeds geen goed functionerende rondweg rond Haarlem. Kijk je naar elke grote stad eigenlijk in Nederland, dan heeft hij wel een goed functionerende rondweg. Ja. Nou, het is belangrijk verkeer wat niet door de stad heen rijdt, zorgt niet voor opstoppingen, maar zorgt ook niet voor overlast qua milieu, qua uitstoot, qua geluid. Dus we willen dat we daar nu echt keuzes in gaan maken. Joris, volgende punt. Ja, het wonen, we zagen in de andere films uiteraard dat het heel veel partijen, maar wij pleiten voor 16.000 woningen toevoegen in Haarlem. Is dat genoeg? Voor de komende jaren zal dat zeker genoeg zijn. En die staan er ook niet over een paar jaar. We bouwen tussen de 1000 en 1500 woningen per jaar. Dat volume moet omhoog om aan de vraag te voldoen, om aan de druk op de stad te voldoen. Want de huisprijs schiet door het dak. Er is geen huurwoning meer te vinden. Wachtlijsten lopen op voor sociale huurwoningen. Dus daar ligt een enorme opgave. Het is net Amsterdam, hè? Het zou zo net Amsterdam kunnen zijn in het klein. Ja. Maar tegelijkertijd, met wonen hangt nog meer samen. Ik noemde het net al te sneuslip door. De betaalbaarheid van de stad staat daar wel onder druk. De WOZ-waarden schieten omhoog. Wat op ieder portemonnee drukt. Is echt het onderwerp wat we aan moeten pakken. Want als we er niks aan doen, sommige mensen zeggen, de stad is vol, we trekken de grenzen op. Nou, dan worden we een soort vesting met onbetaalbare prijzen. En ja, voor niemand meer prettig gewoon. Jullie hebben het, net als het CDA, zal ik maar zeggen, erg goed gedaan in de afgelopen 4 jaar. Wat is het fijnste, het beste dat jullie bereikt hebben? Nou, ik denk wel het meest indrukwekkende is geweest ons verzet tegen de parkeerplannen. Er is zelfs een referendum geweest dat we hebben ondersteund. Maar we hebben ons echt verzet tegen het invoeren van het betaalparkeren en de beperking van de bezoekersregeling. Meer dan 20.000 Haarlemmers hebben gezegd, blijf van die papieren bezoekersschijf af en beperk niet ons bezoek aan de stad. Nou, daar hebben we behoorlijk, door dat verzet, hebben we behoorlijke aanpassingen weten te doen. We hebben die papieren bezoekersschijf nog niet weten te redden. Maar we hopen dat 21 maart veel mensen op ons gaan stemmen. Want dan wordt dat voor ons zeker een punt wat we willen gaan binnenhalen tijdens die onderhandelingen. Een ander punt waar we ons heel erg voor hebben ingezet is het groen houden van de stad. We noemen ons wel eens als grapje groen rechts. Maar misschien weet je de discussie rondom de fietsbrug die ze door de Prinsenbolwerken wilden aanleggen. Nou, dat is een prachtig groen monumentaal park. Daarvan hebben wij gezegd, dat willen we niet. Blijf van het groen af. Wat we groen hebben, moeten we houden. Sterker nog, er moet eigenlijk meer groen bij. En ook daar hebben we met behulp van die wijkbewoners ons verzet. En dat is succesvol geweest, want die brug van 3 miljoen, die komt er niet. Jan Terlouw van de VVD, hè? Heb jij nog een punt? Nee, het vastgoeddossier, we hebben het allemaal kunnen volgen natuurlijk. De gemeente heeft nogal wat vastgoed in bezit. Dat wordt langzaamaan afgestoten, want de gemeente hoeft dat niet in bezit te houden. Maar doe dat dan wel op een goede en eerlijke manier. Zet het op de markt, laat mensen bieden en zorg ervoor dat de hoogste opbrengst terugkomt. Want uiteindelijk is dat gewoon belastinggeld dat weer terug de kas inkomt. Waarmee ook weer panden opgeknapt worden wat terugvloeit naar de stad. Daar hebben we enorm aan getrokken. We hebben gezorgd uiteindelijk dat er nu meerdere taxaties plaatsvinden, dat ook naar de markt gaat en dat daarmee de hoogste waarde wordt gegenereerd voor het vastgoed dat verkocht wordt. VVD is een beetje partij van de schandalen. Nou is het bij jullie de afgelopen 4 jaar goed gegaan, daarvoor ging het nog wel eens een keer fout. Maar denk je dat dat een uitstraling heeft op de lokale stemmen? Nou, kijk, wat er landelijk gebeurt heeft natuurlijk altijd zijn invloed op wat mensen denken. Ja.
Maar daarom is het juist belangrijk om zo'n verkiezingswijzer in te vullen om te kijken naar de resultaten die wij hebben gehaald en waar we ons de afgelopen 4 jaar voor hebben ingezet. Eigenlijk moet je daar de mensen gewoon op beoordelen. En ik hoop dat de mensen dat ook doen. En dan kun je zien, we hebben goed werk gedaan in het verleden. We willen goed werk doen in de toekomst. Dus we verdienen de steun van de Haarlemse inwoners. Zo, Joris, geen rellen de komende 4 jaar? Laten we hopen voor niet. En wij staan ervoor dat dat niet gaat gebeuren. Nee. Heel erg veel succes, mannen. Dankjewel. Hartelijk dank. Nou, beste kijkers, ik hoop dat u naar aanleiding ook van dit filmpje uw keus kunt maken. Het is heel belangrijk. Het gaat ons allemaal aan. Zorg dat u het goed doet en dat in ieder geval die stem wordt uitgebracht. Bedankt voor het kijken.